Mijn naam is Henk de Ros. Ik loop al jaren langs de weg om het werkveld op te halen. En vanmiddag ga ik dat dus weer doen. Het traject is dus best groot waar ik wandel en waar ik loop. Het is vanaf de grens, de hele Drieheuvelenweg. De N316 is geloof ik richting Braamt. Daar rijd ik dan met de auto naartoe. Ik plaats hem dan netjes. En dan met een paar uur heb ik de tas helemaal vol. En dan keer ik weer huiswaarts. Vandaag gaan we dus een gedeelte van de Drieheuvelenweg een stuk naar beneden lopen en dan terug. En dan is het tasje denk ik wel weer gevuld. Ik doe dit. Jaren geleden had ik een hondje. Dat dier is helaas gestorven. En toen zei er iemand tegen mij, moet je een hondje aanschaffen, anders stop je met lopen. Ik zei, nee, daar ben ik veel te eigenwijs voor, weet je wel. Ik loop gewoon verder. En op een gegeven moment dan loop je hoeft niet meer op het hondje te letten. En dan denk je, het is toch een vuilnisbelt waar we doorheen lopen. En zodoende is het langzaam begonnen. Met een plastic tasje. Toen een eigen vuilniswagentje gemaakt. Maar ik kan hier niet meer lopen, want dat is levensgevaarlijk. Dus, en toen wordt een tas. Met een grote auto, klaar. En ja, waarom ga je ermee verder? Anders komt de rommel niet weg. Kijk, een Red Bulletje. Hij zou toch niet van Max geweest zijn? Die komt hier toch niet, of wel? Dat is toch ook een wonder, hè? Kijk eens, een luidspreker van een auto kapot, dan gooien ze hem toch uit. Ja. Had het toch geen geluid meer uitkomt? Ja, we zijn dus de Drieheuvelenweg, was het hier. Amper 200 meter onderweg. En de tas wordt steeds kleiner. Ik bedoel, dat is al half gevuld. Kijk, je vindt niet alleen bijvoorbeeld plastic en blik langs de weg. Ook veel restwaren van rookartikelen. Pakjes, checkzakjes en ook de filters van de sigaretten. Dat zijn er toch duizenden per jaar die in een tasje verdwijnen. Normaal gesproken zeg je, ja, het is toch maar een sigarettenpeukje wat er ligt. Maar als die er eenmaal ligt en niemand doet er wat aan, dan ligt die wel 7 jaar voordat die vergaan is. Ja, en als ik dus de tas vol heb, dan is hij ook echt vol, hè? Ja. Maar heb ik hem 3 keer aangestampt. Ja. Maar er zijn automobilisten. Die houden een klein beetje rekening mee. Maar de tas kan ook uit de handen gereden worden, hè? Oh, ja. Nou heb ik hem altijd aan de linkerkant. Maar er zijn er waarbij die op de streep rijden. Die jagen ook. Die blijven rijden. Ja, die blijven rijden. Maar ja, goed. Ik loop langs de weg, dus ik moet opletten, hè? Nou, de vervuilers, ja, ze hebben het altijd over de jeugd. Maar de jeugd, natuurlijk de schooljeugd op de fietsroutes, die gooi je ook wel eens wat weg. Maar hier komt geen jeugd langs de kanten. Hier heb ik toevallig net iemand die geen dorst meer had, zei je dat? Die laat het in de fles zitten en ik gooi hem leeg omdat ik het gewicht besparen moet. Ja, een kartonnen doosje. Als ze er nou een mooie neerleggen wat ik op vullen niet kan doen, dat heb je nut meer, hè. Ik heb wel eens geprobeerd, ik zit wel eens naar grapjes, weet je wel. Ik heb wel eens geprobeerd om het onderweg te kunnen verkopen. Nog nooit niemand ingetrapt. Dus dan kom je thuis en dan zeg je wel alles in de zak gooien. Heurt ook niet, maar dan hoef je niet op te ruimen. Het werd hier netjes gesorteerd. De flesjes, de plastic flessen en de blikjes die mogen bij elkaar in. De doppen die worden er netjes afgehaald. Dat kun je hier zien. Het is voor de blinde geleidehond hier. Het is niet alleen maar weggooien. Het is in feite gewoon een win-win situatie, ook nog. Je hebt laatst ook nog een keer een waardering gekregen van de burgemeester, is het niet? Ja, laatst, dat is dus alweer een aantal jaren geleden. Dat was van de vorige burgemeester, hè. Dat was de pluim van de burgemeester. Daar hadden ze me een paar keer voor gebeld en gedaan of ik daarbij aanwezig zou zijn. En dan heb ik me zo lang mogelijk teruggetrokken. Want nee, dat hoeft me dan weer niet, hè. Ik vind het prima, allemaal.
En een lintje, dit en dat. Hartstikke mooi. Voor de mensen die dat prachtig vinden, goed. Voor mij hoeft niet. Okay. Maar op laatst, dat ging dan via de lokale burgemeester, denk ik wel. Die belde dan nog één keer en zei, als je nog nee zegt, dan halen we het met af. Nou, en toen heb ik het allemaal gedaan, s'avonds naar die vergadering gegaan daar. En toen is die plan van de burgemeester uitgereikt. Nou, heb je alles gesorteerd en wat ga je dan doen met het afval? Nou, dan staat het hier en dan staat Kumpert op de wachtlijst staan. Totdat ik een ritje maak naar de stad. En dan lever ik het netjes af. Een luidsprekertje, als dat dingen niet meer doet, dan kan ik dat net zo goed in de berm mee gooien. Er komt toch geen geluid uit. Een flesje drank, wat ze net niet hebben leeg kunnen maken. Het is wel de originele, hè, want je mag er rustig aan ruiken. Maar ja, hij rijdt maar niet drinken. Hè. Dus wegbrengen. Er zijn veel mensen die me langs de weg zien lopen natuurlijk. En dan een keer een klaksonnetje, en dus veel bekende mensen. En dan zien ze dus waar ik mee bezig ben. En elke keer denk ik maar weer, als er nou eens eentje tussen zit, die denkt verrek. Waar ik langs de weg hoort, ruimt de jongen voor mij op. En als ze daar nou wat aan gaan doen, dan wordt het toch beter.